allemaal, welkom bij de Spellenreporter. Mijn naam is David en in dit filmpje ga ik met jullie kijken naar Ticket to Ride Germany. Duitsland gaan we deze keer doorheen crossen met onze treintjes. En dit is geen uitbreiding, maar een op zichzelf staand spel. Ik ga Ticket to Ride zelf niet uitleggen, daarvoor verwijs ik jullie naar mijn eerdere filmpje. Maar ik ga natuurlijk wel even kijken wat er anders is aan deze variant ten opzichte van het basisspel. En eigenlijk is dat qua rails en routes niks bijzonders, maar er komen gekleurde nippels op het bord liggen, 6 verschillende kleuren. En door die nippels onderweg op te pikken, gaan we aan het einde kijken wie per kleur de meeste nippels heeft verzameld. En daar krijg je dan nog weer bonuspunten voor. Dus laten we maar eens even gaan kijken hoe die gaat. Ticket to Ride Germany voor 2 tot en met 5 spelers. Eigenlijk geen bijzondere routes. Sommige routes die eindigen op hetzelfde punt bij een land. Bijvoorbeeld hier Frankrijk. En hier hebben we Zwitserland en Oostenrijk. Dus er zijn soms meerdere manieren om naar Oostenrijk te komen. De dubbele of driedubbele routes worden bij 2 of 3 spelers niet gebruikt, dan telt alles als een enkele route. Maar speel je het met 4 of 5 spelers, dan mag je wel dubbele routes gaan bezetten. Maar voordat het spel gaat beginnen, hebben we hier 6 kleuren meeples en die gaan we even in een zakje doen. En vanuit dat zakje gaan we die op het bord zetten. In het spelregelboek staat precies hoeveel poppetjes je op elk plekje neer moet zetten. Eigenlijk op de meeste plekken 1. Maar in sommige steden, bijvoorbeeld München en Frankfurt en Keulen, moet je er 4 zetten en in Berlijn zelfs 5. Wat mij betreft hadden ze dat net zo goed even op het bord kunnen zetten, aangezien het toch altijd hetzelfde is. Maar blijkbaar vonden ze het handiger om dat alleen in het regelboek te zetten. Dus je doet al die meeples in een zakje en vervolgens ga je ze random uit het zakje trekken en op het bord zetten, zodat de kleurtjes wel altijd verschillend zijn. Nou, het gaat puur even om de uitleg, dus ik heb niet het hele bord volgezet, maar normaal gesproken wordt het hele bord dus volgezet met die meeples. Het zijn er 60, 6 kleuren, 10 van elke kleur. Zoals gebruikelijk krijgt elke speler aan het begin van het spel 4 treinkaarten gedekt gespeeld. En voor de speler die aan het einde van het spel de meeste tickets compleet heeft gemaakt, die krijgt een bonus van 15 punten. En natuurlijk krijgen we wat starttickets. We krijgen er maar liefst 5 en er zijn 2 setjes. We hebben de groene, dat zijn de korte ritjes. En we hebben de lange ritjes, dat zijn de oranje kaarten. Dus de groene kaartjes, dat zijn kortere routes, maar levert ook minder punten op. En de oranje zijn juist de lange routes die het hele land doorkruisen. En die leveren dan ook meer punten op. Elke speler mag 4 kaarten trekken en je mag zelf weten in welke combinatie je dat gaat doen. Of alleen maar lange, of alleen maar korte, of een mix daarvan, mag je helemaal zelf weten. Van de 4 die je kiest moet je er minstens 2 gaan houden en het spel mee starten. Je mag er natuurlijk ook 3 of 4 houden. Kaarten die weer ingeleverd worden, worden gewoon door de 2 decks heen geschud. En die blijven 2 aparte stapels, lange en korte routes. Tijdens het spel kan je dus ook steeds blijven kiezen of je nieuwe korte routes pakt of nieuwe lange routes of een mix daarvan. En eigenlijk gaan we dan gewoon het normale Ticket to Ride spelen. Dus ben je aan de beurt, dan mag je 2 kaarten trekken. Tenzij je een locomotief pakt, dan mag je maar 1 kaart trekken. Die kaarten ga je sparen om je treintjes op het bord te mogen zetten. Wil je bijvoorbeeld een route maken van hier naar hier, dan zul je 3 witte kaarten moeten inleveren. Hier bijvoorbeeld 2 rode, hier 2 blauwe, enzovoort, enzovoort. En de derde actie die je kan doen is dus het pakken van nieuwe tickets. Als je klaar bent met je tickets of je wil sowieso alvast wat nieuwe route tickets gaan krijgen. Je moet er 4 pakken, je mag weer zelf weten in welke combinatie. Lange, korte of een mix. En je moet er sowieso eentje houden en de rest mag je terugleggen. Maar je mag er natuurlijk ook weer meer houden. Elke keer als je de juiste kaarten hebt verzameld om een route te gaan leggen en je legt die route neer, krijg je punten. Die punten staan bovenaan het bord ook nog eens vermeld. Het langste stukje traject wat je kan leggen tussen 2 steden is 7 treintjes en daarvoor krijg je dan maar liefst 18 punten. Maar wat er dus anders aan deze variant van Ticket to Ride is dat er op elk station passagiers staan die je kan gaan oppikken. Elke keer als jij een route neerlegt mag je 1 poppetje weghalen bij het begin en het eindpunt van dat stukje route. Zet ik bijvoorbeeld hier mijn treintjes neer. Dan mag ik aan het begin en aan het einde een poppetje weghalen. En die poppetjes die mag ik dan gaan sparen. Leg ik daarna de route van hier, van 1 geel kaartje. Dan heb ik in die zin pech dat ik nog maar 1 poppetje kan pakken. Want het poppetje hier is al weg. Die worden dus niet meer vervangen. Eenmaal van het bord komen ze niet meer terug. En bouw je een route naar een stad waar meerdere poppetjes staan. Dan mag je 1 van de poppetjes uitzoeken. Dus bijvoorbeeld de blauwe. En zo kan je dus door het leggen van die treintjes kan je aan de poppetjes gaan komen. De bedoeling is dat je gaat proberen de meerderheid per kleur te krijgen. Want steeds de speler per kleur die aan het einde van het spel de meeste heeft, die krijgt daarvoor bonuspunten. Dus we gaan zo net zo lang doorspelen totdat een speler nog maar maximaal 2 treintjes over heeft of minder. Als dat het geval is, gaan we de laatste ronde in. Mag elke speler nog 1 keer en dan is het tijd voor de eindscore. Uiteraard scoor je de punten voor het leggen van je treintjes. Je scoort de punten van de routes die je afgemaakt hebt. Heb je een route niet af kunnen krijgen en is het spel afgelopen, dan gaan die punten weer van je score af. De speler die de meeste routes voltooid heeft, krijgt dus 15 bonuspunten. En daarna gaan we per speler kijken hoeveel poppetjes die verzameld heeft. Dus je gaat gewoon alle 6 de kleuren af. Je begint bijvoorbeeld met rood. Welke speler heeft de meeste rode poppetjes verzameld? Die speler krijgt maar liefst 20 bonuspunten. En de speler die daarna de meeste poppetjes heeft, dus de ene meeste poppetjes, die krijgt nog 10 punten. Hebben er 2 spelers de meeste van 1 kleur, dan krijgen ze allebei 20 punten en is er geen nummer 2. En is het voor de tweede plek een gelijkstand, dan krijgt de eerste nog steeds 20 punten, maar krijgt iedereen die tweede staat 10 punten. Nou, en dat doe je dus 6 keer per kleur. Ga je kijken wie heeft de meeste poppetjes. Lukt het jou dus om van alle 6 de kleuren de meerderheid te pakken, kan je maar liefst 120 punten verdienen in het spel. Nou, dan denk ik dat je wel gewonnen hebt. Maar dat is de twist van Ticket to Ride Germany. Het is dus eigenlijk gewoon een basisspel. Niks spannends op het bord, geen veerponten of tunnels of iets dergelijks. We kunnen zelfs een uitstapje maken hier naar Nederland. En speel je liever gewoon een basisvariant van Ticket to Ride, nou dan haal je gewoon de poppetjes van het bord af en kan je gewoon Ticket to Ride gaan spelen. Maar goed, het is wel erg leuk om die poppetjes op het bord te zien staan en ook wel spannend dat je steeds zit te kijken van, oh, als ik nou mijn treintje daar neerleg, welke kleuren kan ik dan pakken? Misschien leg ik toch even ergens anders een route, want dan pak ik de meerderheid met die kleur. Dus het geeft op zich wel een leuk tactisch elementje aan dit spel. En soms zit je elkaar dan ook net even iets meer dwars, omdat je toch ergens een route neerlegt waar je eigenlijk niet hoort te zijn of waarmee je je tegenstander blokkeert. Maar je hebt dan nu mooi dat excuus dat je dan, ja, ik wou net even die kleur passagier op gaan pikken, dus sorry. Mocht u nog vragen hebben over Ticket to Ride Germany of over Ticket to Ride in het algemeen, stel die dan gerust in de comments hieronder of stuur even een mailtje naar de spellenreporter@gmail.com. Mijn naam is David, bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.